kijkers, welkom terug bij een nieuwe video. Dit is vandaag een andere video dan normaal een beetje, want ja, zoals je ziet, dit is wel een Minecraft survival video. Maar dit is dit keer een hele timelapse. Ik doe in mijn normale survival video's natuurlijk wel best veel video's, maar dit keer heb ik zoveel van dat ik dacht van dit wordt gewoon de hele video. En ja, ik ben nu aan het werken gewoon bij het villager gedeelte van de dierentuin. En ja, in totaal was dit 5,5 uur aan wat ik heb opgenomen. Dus ja. En dan ben ik nu gewoon wat stenen aan het maken. Dit idee van de, ja, de ontwerp van de dieren, een stukje dierentuin wat ik nu heb gemaakt, is een beetje, ja, een soort reference. Als je weet naar waar het de reference is, laat het dan in de reacties weten. En ja, ik ben nu gewoon dus de ruimte aan het vergroten, want anders heb ik geen ruimte om te bouwen. Ik heb dat de hele tijd wel, dat denk ik van, oh, dit zal wel meer dan genoeg zijn. En dan heb ik van, oh nee, dit is toch veel te klein. En dan, ja, dat zul je dus een paar keer zien. Op een gegeven moment heb ik dat ook gewoon, die stukjes eruit geknipt. Omdat, ja, een beetje veel erin voorkwam. En ik heb nu ook echt heel veel stone en zo, dus dat ben ik nu ook in mijn storage system aan het laden terwijl ik dit opneem. Kijk, je ziet al die beds zo erin rondvliegen. En dit wordt een soort gekke fonteintjes. En ja, hier komt dus nog water in, maar nu nog niet. Dus dan ben ik gewoon dat aan het bouwen. Nu probeer ik alles van binnen ook te belichten. Nou, dan ben ik wat uit aan het graven voor een meertje aan de bodem. Mijn ik meer uit, want ik had het toch weer te klein gemaakt. Zoals ik zei, dit komt best veel voor in de timelapse. En ja, dan hebben we ik er nog een keer uit. Binnenkant. Oei, veel camerabeweging. Oké, dan ben ik wat aan het zo zand doen. Want als er natuurlijk maar één diep was, dan zou het een beetje saai zijn. Dus zo. Dat is waar we gaan lopen. Om te kijken. En dan vul ik het een beetje met dirt. Dus. Nou. Dan hebben we hier verder het dirt vullen en zo. Nou, hier ben ik dus nog meer aan het uitmijnen, maar dit stuk zie je er niet echt veel van. Je ziet wel die mobs die er dan soms zijn gedaan. Kijk, hier heb ik een beetje een systeem bedacht ervoor. Kijk, dan mijnen we dat daarboven eerst uit. En dan naar beneden en zo. Oké, nu zijn we dus mooi bij de onderste stuk. En van het mijnen ga ik gewoon boven daar zo lekker met mijn kamer omhoog zo lopen. Dan sta ik even stil. Dat is volgens mij eventjes naar een foto aan het zoeken. Naar wat ik dus een beetje probeer na te bouwen.
mens. Ja, ik kan natuurlijk niet alles, want dat is ook best wel oud. Hoe oud zou dat nu wel zijn? Volgens mij was het 2013 of zo, nee toch? Geen 2013? Tenminste, het is best oud, dus... Ja, ik herinner het natuurlijk niet helemaal hoe het eruit zag. Oké, meer dirt. Dan sta ik weer even stil. Hier komt het cirkeltje. Hier ga ik later dan dus de workstations onder doen en zo. Dus komt dan wat steen. En dus later ga ik onder dat carpet het workbenches doen. Klein heuveltje daar zo. Dus is natuurlijk helemaal plat. Dan heb ik... Ja, dat was niet echt... Daar kon je niet echt goed filmen. Hoe dat ging met het dak. Dus dat heb ik echt gewoon uitgeknipt. Maar hier zo hebben we dus het water. Dat heb ik gedaan met het trucje dat... Dat hij altijd het kortste stuk zoekt. Dus dan moet je eerst één dingetje blokkeren met twee blokken. Dan die bovenste eerst weghalen. Dan denkt hij van... Oh, nou, die ene is het snelste pad. En dan kan je die daaronder kan je dan weghalen zonder verder het water te updaten. Dus dan gaat hij nog steeds maar één kant op. Dus dan hebben we niet van die hele dikke waterstromen. Zodat we niet meer kleine waterstroompjes kunnen krijgen. De wat bosjes en zo. En wat textuur aan het steen brengen. Zodat we niet gewoon... Ja, dat vind ik er zelf wel mooier uitzien. Ben ik hier achteraan werken, dat zie je nu niet echt, maar... Dit is een soort grote stenen pilaar of zo. Van steen. Tenminste, dit is eigenlijk van andesiet. Dus in plaats van het andere wat van steen is... Zo, de bovenkant van de pilaar, zo tegen het dak aan. Weer bosjes en zo. En dan... Zo. Nou, we zijn daar wat meer textuur nog aan aanbrengen, want bij dat stuk was ik vergeten. Maken we nog een mini pilaartje daar zo. En nog een mini watervalletje. En wat zand. Dan doen we wat bamboe, een beetje een paar steentjes door de map heen. Zo, de sea lanterns vervangen we door torches, want die zijn wat minder in your face, zou ik het maar zeggen. Gewoon, die vallen wat minder op. De boompjes en zo, een bone meal. Oké, hier komt nu de muur. Glazen muur. Dit was denk ik na het dak dan was dit denk ik wel het moeilijkste. Tenminste niet het moeilijkste, het langdurige om spullen ervoor te krijgen. Gelukkig hebben we dus die supersmelter, maar anders dan zou het heel lang hebben geduurd. Maar nog steeds duurt het heel lang, maar nog langer dus. En dan zijn we hierboven nog zo'n ringetje aan het doen waar we dan kunnen lopen. En daar zijn wat zombies weggehaald. En dan was het denk ik wel. Nou, hopelijk vond je het een leuke video. Doe dan een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Druk dan op dat abonneerknopje.
En ja. Doei.